All systems ready. Welkom bij Wiebes Verkoopplaats. Wiebes Verkoopplaats. Nou, ik heb er de kracht niet meer voor na deze week. Welkom alweer bij een nieuwe vlog van Wiebes Verkoopplaats. Deze vlog, dat is alweer nummertje 36. Tijd gaat snel, hè? Dus, ja, voor je het weet, zitten we straks weer bij de kerst. Maar, daar ga ik volgende week wat over vertellen. Want we zijn achter de schermen zijn we al heel druk bezig met de kerst. Maar dat zie je in de volgende vlog wel. Tenminste, de informatie dan. Ik zit hier links van de trap. De trap waar je naar boven gaat voor onze kapper, Peter Blom. En links van die trap hebben we een nieuwe wand met cd's. En niet 10 cd's, niet 20. Nou, ook niet 100. Nou, ik geloof dat er meer dan 1000 nieuwe cd's zijn binnengekomen. Nou, die cd's die zijn in principe 1 euro. Ja, heb je een dubbel cd of een driedubbel, dan wordt het iets meer. Maar over het algemeen dus 1 euro voor deze cd's. Nou, ik zit zelf op een krukkie, die vind je in de hele winkel. Want ja, als je wil kijken en neuzen in de cd's, dan is een krukje toch wel handig. Zie je, staat het er niet bij? Vraag gewoon even bij de balie, zoeken wij een krukje voor je. Nou, dan heb ik hier in mijn hand, ja, het is geen yin en yang, maar het is, ja, Chinees, misschien aan de oogjes wel Japanees, weet ik veel. Een huurster van ons, die verkoopt deze twee schilderijen. En als ik zeg schilderijen, het zijn ook echte schilderijen. Nou, deze schilderijen die zijn dus gemaakt met verschillende technieken, verschillende verftechnieken. Ik heb er geen idee van hoe het werkt. Maar het is wel weer net even anders zoals in ons logo staat. Hier zitten bijvoorbeeld kraaltjes opgefrut, weet ik veel. Dus, maar deze twee vrolijke schilderijen zijn bij ons te koop. Het is natuurlijk leuk als je de plek voor hebt om ze samen te kopen. Maar, nu ga ik even spieken. Deze schilderijen zijn alle twee voor slechts 89,50. Dan heb je wel weer iets unieks. Heb je in je woonkamer of in je slaapkamer of in je hal. Wat je maar wil heb je. Maar goed, in overleg met de huurster heb je maar plek voor één. Dan kan het ook. Dan heb je dus de keuze uit deze twee en dan kost één schilderij kost 49,50. Dus, heel verhaal in één keer. Meer dan 1000 nieuwe cd's. Japanese schilderijen, weet ik veel. Misschien wel Chinees zoals ik zei. Nou, waar vind je het? Natuurlijk weer bij Wiebes Verkoopplaats. Verkoopplaats. Nou, ik sta hier bij winkeltje nummer 35. En de vorige huurster, die is na 2 jaar, is dus nu vertrokken. Want haar kledingkast en wat ze op wou ruimen, is nu echt leeg. Dan denk je na 2 jaar, ja, heeft het zo lang geduurd? Nee hoor, ze heeft gewoon goed verkocht. Want ja, je gaat niet 2 jaar ergens huren als het niks oplevert tenslotte. Hè? Dus we hebben nu een nieuwe. Deze dame verkoopt dus kleding, maar ook leuke kussens. Ze heeft hier een prachtige plaid liggen voor 15 euro. Ze heeft het mooi gesteld, dus ik ga het niet uit elkaar halen of wat dan ook. Winkeltje 35, dat is gelijk als je voor de balie staat rechts. En op deze wand komt binnenkort dus nog een plekje vrij. Dus, als jij denkt, ik wil nu ook mijn kledingkast opruimen, zomergoed, laat dat maar thuis, want we gaan nu richting de herfst en de winter, dan kun je dus slechts voor 12,50 euro in de week minimaal 4 weken huren, plus 10% voor Wiebes Verkoopplaats, je eigen kledingwinkeltje bij ons hebben. Nou, zoals je ziet, daar gaat een hele hoop gaat erin. Zolang je kleding schoon en netjes is, mag je bij ons huren, maar ja, dat zijn de huisregels. Schoon en netjes. Wiebes Verkoopplaats. Wekenaanbieding. Bodemprijzen.
Nou, als laatste van deze vlog rest mij nog te zeggen wat we deze week hebben in de weekaanbieding. Nou, trouwens, ik zit op de rollator hier van Usmem, maar die staat altijd bij de voordeur. Dus mocht je zelf of iemand die je meeneemt die een rollator gebruikt, kijk even bij de voordeur als die er staat. Want dan kun je hem gewoon pakken. Hoef je hem zelf niet uit de auto te slepen. Hoe makkelijk is dat dan weer? Of niet? Maar goed, als ik naar buiten kijk tijdens het opnemen van deze vlog, het is snert weer. Nou, we hebben dan wel geen snert, maar wat hebben we deze week? Kijk nou, één lekkere grote, wat staat erop? Eén lekkere grote kom soep van Unox. Rijk gevuld. En ja, hou je vast, dit is aardappelsoep met spek en prei. Nou, ik heb het vanmiddag even geprobeerd en het is best wel lekker hoor. Dus ja, deze Unox soep is dus deze week in de aanbieding voor slechts 1 euro. Maar het zijn 2 zakken soep voor slechts 1 euro. Nou, hoe voordelig kan het zijn? Dus extra rijk gevulde aardappelsoep. Dan heb ik hier de Douwe Egberts espresso koffie. Ik lust geen espresso, maar voor de liefhebbers, oploskoffie, espresso, ook slechts voor 1 euro. Wat hebben we dan nog meer? Oh ja, de tijgerrol. De tijgerrol, een zachte cake met vulling. En deze is niet voor 1 euro verkrijgbaar bij ons, maar slechts voor 60 cent. Dus ja, dat is natuurlijk wel heel erg voordelig. Nou, en wat is dit? Oh, een kiek nog. Dit is... Zit het hier? Zal ik hem dicht laten? Nee, door Proembo. Dit is, even kijken, 335 gram Lacy's chips. Barbecue ham. Nooit van gehoord. Maar wel lekker. Oh, dus echt lekker. Nou, ook deze grote zak. Echt heel lekker. 1 euro. Nou, dit was het voor deze week. Dus ik zou zeggen, heb een goede week allemaal met elkaar. Delen is super. Op YouTube vind je me ook terug. En tot de volgende week. Oké, hoi hoi. Echt lekker hoor. Doei. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Verkoopplaats. Wiebes Verkoopplaats.